YouTube. Wat up? Heel misschien, als je heel, heel goed luistert, hoor je ze op de achtergrond al. Klein bandje, DJ duo. Biertje, afkomstig van brouwerij De Molen. En het is een quadruple, of althans, een quadruple-ish, zoals ze bij De Molen prefereren om hun nageving aan te voeren. Het is de Party Squad. En we gaan kijken hoe het in het glas belandt. Schuimkraag blijft eigenlijk vrijwel afwezig. Belletjes zijn niet heel beautiful, al moet ik wel zeggen, ze revancheren zich van onderuit best wel aardig. En het is een bier gebrouwen ter ere van het 10-jarige bestaan van Borefs. Laten we naar de neus duiken. En waar ik op deze plek, en ik weet niet of die eerder of later geüpload wordt, eerder niet heel gecharmeerd was van karamellige tonen, ben ik dat nu toch zeker wel. Misschien een licht vanillerandje van iets van een vat, maar niet heel dik. Iets van bourbon overheen, heb ik het idee. En een heel klein tikje rozijntjes, dan wel dadels. Laten we hem gewoon gaan proeven. Uitgekozen door Davens Beer Dome. Oftewel Faces of Fear Brewing. 10,9% aan alcohol. De Party Squad van Brouwerij De Molen. Ik zeg proost. De manier waarin die over de lippen glijdt en richting het keeltje manoeuvreert is echt heel verfijnd. Het bier is niet heel zoet, het bier is zoet, maar het is een fijne zachte laag die heel langzaam zo richting dat keeltje deinst. Mooie karamellige tonen, een lichte vanilletik. Subtiel plakkerig op de lippen. Ja, dit is voor mij meer dan een quadruple. Kijk, en hij is gestuurd door Davens Beer Dome. Dat ik denk, dat eerste bier wat ik daarvan gedronken heb, was ook een quadruple. Als die quadruple nou in barrel zo uitpakt als dat deze dat doet, dan is dat een match made in heaven. Even kijken of er nog iets overheen staat aan buiten de bourbon aantijging. Maar nee, dat moet ik jullie ontberen. Gebrouwen in september, wanneer we afgevuld. In september 2018, ruim 4 jaar oud, niks van oxidatie, niks droppigs, relatief weinig koolzuur, maar geen zins gemist. Dit is wat ik lekker vind in een bourbon barrel aged quadruple. Wat dat betreft heb ik daar ook alles wel mee gezegd. Wat dat betreft ga ik zeker alleszins nog even genieten van dit bier. En voor nu zou ik zeggen, Ayato, Great Pick, Davens Beer Dome. En tegen jullie zeg ik, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.